Varen als toen betekende eeuwenlang varen als werk. Dat je daar ook plezier aan kon beleven, blijkt uit talloze zeemansliedjes en romantische verhalen. Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam biedt een grote landelijke museale collectie van historische plezierjachten. En misschien komt er in Hellevoetsluis nog wel eens een historische jachthaven. De Tjotter Ideaal is een dame op leeftijd die in de watten wordt gelegd door Alexander de Vos. De Piet Hein is een juweel van een heel ander kaliber. Een echt kroonjuweel. Het voormalige jacht van het Koninklijk Huis vaart nog steeds vorstelijk dankzij een groep mensen die het schip nog steeds met alle egards verzorgen. Allebei juwelen van de pleziervaart, die nog steeds varen als toen. Ik denk dat mensen dat altijd voor hun plezier gevaren hebben. Laat ik even uitgaan van alleen Nederland. Maar waterrijk land, iedereen had een bootje voor de deur, zeg maar, als vervoermiddel. En iedereen had ook wel eens even wat vrije tijd. En ik ben ervan overtuigd dat mensen dan ook voor hun plezier het water op gingen. Dat is al het begin van de Gouden Eeuw, die dienen zich al aan. Mensen krijgen veel geld, houden geld over. En wat bedachten ze toen ineens? We gaan een bootje laten bouwen, een speeljacht noemden ze dat toen. Wat we alleen maar gebruiken voor pleziervaart. En dat moet er ook mooi uitzien, want je wil je welstand, je rijkdom ook enigszins tonen. Ja, het aardige is dat typisch Nederlandse scheepstypen, de boeier, het Friese jacht, de tjotter, maar ook het schokkerjacht of de botter wat nu een jacht is. Wat we nu allemaal nog heel normaal vinden dat dat rondvaart, dat is eigenlijk vindt zijn oorsprong al in die 17e eeuw. De kieljachten, dat is dus geen Nederlands idee, want met dat ondiepe water waar we mee zaten, de delta, in Nederland is tenslotte een delta, lijkt het onlogisch om diepstekende jachten te hebben. Maar er waren welgestelde Nederlanders die in het buitenland die schepen zagen, in Engeland ook, maar ook vooral in Amerika, aan de oostkust. En daar werden ze ook voor de pleziervaart gebruikt, er werd een wedstrijd mee gezeild en er was iemand die importeerde zo'n scheepje, dat was een Rotterdammer. En die zeilde er mee hier op de Maas in 1846 en daarmee, iedereen keek echt zijn ogen uit. Dus anderen dachten, dat willen wij ook. En al snel werden een aantal scheepswerven hier in Rotterdam en ook in Amsterdam en omgeving, want dat waren toch wel de twee centra van die watersport, die gingen die schepen ook bouwen. Kijk, het aantal watersporters wat er in Nederland bestaat, dat zijn er misschien wel miljoenen. Want ik roep altijd in iedere sloot een boot. En al die mensen doen natuurlijk aan watersport. De belangstelling voor de klassieke schepen, die is heel lang wat weg geweest. Nu bestaan er enkele tientallen behoudsorganisaties voor heel veel klassieke schepen. Van voormalige bedrijfsvaartuigen tot zeilende wherries, snekermeerkruisers, salonbootjes. Nederland is daar ook uniek in, wereldwijd gezien, dat allemaal vanuit het particulier initiatief in stand wordt gehouden. Volgens mij is eigenlijk heel Nederland een museum. En daarmee bedoel ik dat al die behoudsorganisaties, al die particulieren die veel hun ziel en zaligheid en ook hun geld besteden aan behoud van die schepen. In mijn ogen is dat namelijk het bijzondere. En mensen, misschien moeten we daar wel meer reclame voor maken. Als je kijkt met Sail Amsterdam in Hellevoetsluis, waar iedere twee jaar een hele vloot bij elkaar komt. Dan heb je puur een watersportmuseum bij elkaar. Daar ligt iets waar je iets mee zou moeten doen. En ik zou zeggen, ga geen museumpje spelen, want daar zijn er wel anderen voor. En voordat je het weet, eindig je met witte handschoenen aan. En dat zou niet mijn voorkeur zijn, hoor. Het gaat wel om de schepen zelf. En die varen rond. En als je die wat bij elkaar brengt, dan laat je dat gewoon veel duidelijker zien. Als
klein kind was ik al bezeten van oude bootjes, houten bootjes. Ik vond het heerlijk om door het oude Maritiem Museum Prins Hendrik in Rotterdam te zwerven, het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. En het mooiste vond ik wel de schepenhal van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Ik kon daar uren dwalen tussen de tjottertjes, Friese jachten, boeiers die daar sereen opgesteld staan in die hal. En had al gauw voor mezelf bepaald dat dat wel iets heel moois zou zijn. Dat heeft lang geduurd, maar uiteindelijk toen ik 13 jaar oud was, toen hebben mijn ouders dit scheepje aangeschaft. Nou, dat is inmiddels 30 jaar geleden. En ja, het was toen bijzonder om mee te zeilen en het blijft nog steeds iets heel magisch om met zo'n bootje te kunnen varen. Ja, we hebben het schip gevonden na lang door Friesland te speuren. Na een lange dag door Friesland rijden kwamen we uiteindelijk bij een werf in Sneek. En we hadden de moed al een beetje opgegeven, maar na een gesprek met de werfbaas had hij zoiets van nou, kom toch even mee, er ligt iets voor de wal, kijk maar even of je het wat vindt. En wij zagen eigenlijk alleen maar een dektent waar een enorme botteloef van voren uitstak en een enorme giek van achteren. Maar toen eenmaal die dektent opgetild werd en we daaronder konden kruipen, waren we eigenlijk in één keer verloren. We hebben hem toen als eerste overgevaren van Friesland naar Holland, samen met mijn vader gedaan. Een onvergetelijk mooie tocht. Veel van het scheepje moeten leren. En pas later hebben we uitgevonden dat we eigenlijk helemaal niet een Fries schip naar Holland ontvoerden. Maar dat bleek dat we een Hollands schip terugbrachten uit Friesland naar waar die vandaan kwam. Wat we ook later uitvonden was dat de Friezen en de Hollanders eigenlijk aparte kleurstellingen hebben. In Holland hadden die schepen aan de binnenkant lichtgroene verf op de boeisels zitten. Nou, toen we dat eenmaal uitgevonden hadden, toen hebben we natuurlijk dat karakteristieke Zuid-Hollandse kleurtje, dat lichtgroen aan de binnenkant van de boeisels weer teruggegeven. De Ideaal is in 1922 gebouwd door de rentenierende scheepsbouwer Anton Kalkman. Op de Hollandse IJssel waren veel wedstrijden met lokale Hollandse boten en uit Friesland geïmporteerde tjotters. Anton Kalkman had het idee dat hij dat ook wel kon en die heeft toen een scheepje gebouwd puur voor het wedstrijdzeilen. Ja, daar is hij goed in geslaagd. Vandaag voeren we hier op de Kaag een wedstrijd tegen de Hommel. En ja, dat is typisch zo'n voorbeeld van het soort van scheepjes wat Anton Kalkman geïnspireerd heeft om de Ideaal te bouwen. Het gaat misschien objectief gezien wel niet zo heel hard, maar het gaat heel spectaculair. De snelheidservaring is groot, er staat ontzettend veel zeil op. De mast is ongeveer twee keer zo lang als het scheepje zelf. Dus het zeilt spectaculair. In de loop der jaren is er heel wat aan vervangen. In het begin kon ik natuurlijk helemaal niets. Ik had het geluk om bij de werf van Stofberg in Leibuinde te mogen liggen. Waar niet alleen de familie Stofberg zelf het oude ambacht nog voor staat, maar ook nog een aantal oude timmerlieden rondliepen. Daar heb ik als klein ventje eigenlijk een beetje de kunst af kunnen kijken. Toen Stofberg op een gegeven moment verhuisde met de werf naar Enkhuizen, werd dat toch wat ver van huis. En was goede aanleiding om het dan maar eens zelf te proberen. En je begint met een klein stukje hout en iedere keer een stapje groter. En van lieverlee draai je je hand er niet meer voor om een gang in zijn geheel te vervangen. Ja, het meest trots ben ik eigenlijk op het feit dat het scheepje een eigen identiteit heeft. Daarom is het ook de moeite waard om niet van ieder type één schip te behouden, maar de hele diversiteit, omdat ieder schip zijn eigen karakteristieken heeft en zijn eigen geschiedenis natuurlijk, wat ook de moeite van het behouden waard is. Zo'n dag als vandaag, waarmee je met twee bootjes die goed aan elkaar gewaagd zijn, vlak bij elkaar zit, met zo'n mooi windje, zo'n windje 2, 3, dat is het mooiste wat er is natuurlijk met zo'n schip.
Ik ben sinds 1985 bij betrokken. En dat was eigenlijk omdat ik ook als vrijwilliger bij het CK30-korps in Rotterdam werkte. Die kregen de Piet Hein in bruikleen bij hun in de Waalhaven. En toen ze voor de eerste keer met de CK30 weg wilden varen, waaronder ook twee van onze kinderen. En toen wilde één motor niet starten. Ik heb de stuurboordmotor aan de praat gekregen en ja, dat was mijn begin met de Piet Hein. Het schip is natuurlijk in 1937 gebouwd. Het ontwerp dat is van de bekende jachtenbouwer Voogd uit Haarlem. En het interieur is van ingenieur van Ravenstein. En het scheepje is natuurlijk een cadeau van het Nederlandse volk aan het prinselijke paar, prinses Juliana en prins Bernhard. Nou, het schipje had die functie dat de koninklijke familie met het scheepje hun vakanties gingen doen en varen hun vrije tijd. Hier zijn we in de voorsalon van het schip. Hier werd dus gegeten door de familie. En hier komt prachtig tot uiting hoe meneer Ravenstein zijn ontwerpen heeft gedaan. En dit is dan van het dagelijkse servies wat u hier ziet. En als er nou gasten kwamen, ja, dan gebruikten ze dit niet. Dan kwam er speciaal van Soestdijk een busje en met prachtig kobaltblauw en goud. En zodra de gasten weer van boord waren, dan gingen ze weer lekker met dit eenvoudige serviesje verder. Dan zijn we dus hier in de zitsalon. Heel gezellig zoals u ziet. Hier kun je dus genieten van een kopje koffie of een fris drankje of een kopje thee. Zoals we in 1988 gedaan hebben met onze prinses Juliana. Dat was een hele bijzondere ervaring voor ons. Mijn dochter zou thee inschenken. Nou, die was zo zenuwachtig. Ik zei, nou, laat mij het maar doen. Dus ik pak dat theepotje aan. Maar ja, dat begon te glijden. Toen verbrandde ik mijn vinger. Ja, toen heb ik iets gezegd. Moet je normaal al niet zeggen. Maar ja, dat was eruit voordat ik het erg in. U begrijpt wel, als je hand, je vinger daar tegenkomt, dat doet best wel pijn. Dus dat was weer schitterend natuurlijk om te lachen. En ik werd natuurlijk steeds zenuwachtiger. Tot overmaat van ramp vraag ik dan, wil u de machinekamer zo nog even zien? Nou, die wilden ze wel zien. Hier kwam dus prinses Juliane de trap af en hier hebben we dan eigenlijk het protocol een beetje ondersteboven gegooid, want we hebben dus een gesprekje gehad van een kleine 20 minuten. Het was eigenlijk niet de bedoeling, maar het was reuze gezellig. Dat je het kunt behouden en dat je het